Jill, bedrijven zetten weer volop vacatures uit. Ja, we hebben natuurlijk meer dan een jaar corona-ellende gehad. Een ramp voor ondernemers, al die steunpakketten, keihard nodig. En ook branches die niet per se direct te lijden hadden onder de coronacrisis waren bijna niet op zoek naar personeel. Maar inmiddels zien werkgevers het weer wat zonniger in. Ze plaatsen volop vacatures en dat constateren uitzendbureaus en het UWV. Volgens arbeidsdeskundigen in het Algemeen Dagblad is het inmiddels weer net zo druk op de vacaturemarkt als voor corona. Het meest in het oog springende is de vacaturestroom in de horeca. Sinds de versoepelingen zijn ingevoerd is het aantal vacatures daar 3 tot 4 keer over de kop gegaan. In absolute zin zijn ze vooral op zoek naar mensen in de techniek, gevolgd door ICT en zorg. Merkt u eigenlijk ook bij uzelf en bij collega-ondernemers dat er wat meer lucht weer komt nu de versoepelingen er zijn? Ja, sowieso. De sfeer is anders. Mensen praten er anders over. Maar ik heb sowieso gemerkt dat in de coronatijd, dat ik zit zelf natuurlijk in de wervingsselectiewereld en wat meer executive search. Mm-hmm. Maar ik merkte dat in de coronatijd de klanten van mij zeiden van, je hebt ons altijd geholpen met managementposities, maar help alsjeblieft verpleegkundigen te vinden en artsen. Verzekeringsartsen. Dus bij ons is ook gewoon het hele businessmodel omgegooid. Want we moesten in één keer helpen om verpleegkundigen te gaan zoeken. Want die kun je bijna niet vinden. Nee. En er komt ook nog bij dat mensen die net afgestudeerd zijn in één keer dachten van, hé, daar is een tekort, ik word ZZP'er. Dus dan vind je bijna geen kip meer om die een vaste baan wil. Nee, dus die drukte die merkt u ook wel. Ja, zeker. Ja.